Is echt niet normaal. Moet je eens kijken naar het bos. Hoe dat eruit ziet. Nu opeens deze bewolking die je opeens ziet, dat het donkerder wordt, is door de regenbui die schuin boven ons hangt en onweer. Is er ook al opkomst? Ja, dat is met die steen. Ik heb het al gefilmd. O jee, ik hoop dat we het kunnen halen, jongens. Is niet zo heel gek ver meer. We moeten dus straks nog even een beetje omhoog lopen. Ik weet het wel, het is nu windstil. Maar zo gauw dat heel heftig begint te waaien opeens, dan zijn we waarschijnlijk al te laat. Kijk dan dit mega groene tapijt, jongens, in het bos. Ja, kijk. Dezelfde tondelzwammen als we net. Grappig, jongens. Hier zitten echt overal zwijnen. Dat stuk vanaf hier zo, waar je komt tot hier eigenlijk niet, maar achter mij stikt het van de dieren. Nu zie je pas hoe dicht die stukken zijn. Ze pakken echt die hele vette dichte ronde. Daar zitten ze tussen. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat we het net misschien niet redden. Geen idee. Het kan ook zijn dat we ze straks in de auto zitten, dat het in één keer heel hard tekeer gaat met onweer, dat we er precies middenin zitten. We zijn veel te ver in het bos gelopen. Of te ver, het valt eigenlijk wel mee, maar we hebben die onweersbui helemaal niet aan horen komen. En het was helemaal stil, en dat is meestal stilte voor de stormen. Dat heb ik toen ook al een keer meegemaakt in het bos. Was er gewoon helemaal niets aan de hand, gewoon echt mega stil was het. Ja, dit is het. Hier moeten we omhoog en dan is het niet al te ver meer.